Dus André, dus hier is het eigenlijk gebeurd dat je je maat Frans hebt gevonden. Kun je een keer uitleggen of tonen hoe dat in elkaar zat waar dat je hem gevonden hebt? Ik passeerde naar mijn middel en dan heb ik zijn auto zien staan. Hè. Ik was een beetje voor 6 uur, normaal stop ik maar om 6 uur met vissen. Dus heb ik niet gekeken, heb ik naar huis gereden en heb ik gegeten. Dan ben ik terug met mijn auto naar Adica geweest. Toen zag ik dat hij hem naar de vlak, maar ik dacht ja, hij misschien een beetje verder gaan zitten, dat beter is voor de visje. En mijn schoondochter was niet thuis. Ik ben teruggekeerd en stond er nog altijd gelijk en ik heb dan gaan kijken. En ja, het eerste moment niet gezien, omdat hij in het water zat. En dan is hij met de half van de naald van zijn gezicht boven gekomen. En dan heb ik hem uitgehaald. En je hebt hem op het droge kunnen trekken met veel moeite of is dat een beetje gelukt? Het was maar een beetje moeite, maar fijn, denk ik. Beter dan wat ik gedacht had. Dan heb je hem met zijn natte kleren in de auto gezet en naar zijn huis gebracht, want hij wilde niet naar het ziekenhuis. Allemaal opgekuist, het materiaal allemaal meegedaan. Dan heb ik hem naar de pannen gevoerd, dat hij naar huis wil. Dus ja. En... Nee, we zijn eerst naar zijn huis gereden en daar hebben ze gebeld. En dan is de mug ook gekomen. Ze hebben dan nog 1 minuut of 20 werk gehad voordat ze hem konden wegvoeren. En toen bleek dat het eigenlijk op het nippertje was, want dat hij toch bijna dood was. Ja, maar hij had me al verteld dat hij al 1.5 uur erin lag. En dat hij al over 6, 7 keer overgezwommen had om te kijken of hij daar niet uitkwam. Maar hij kan er niet uit, hè. Het zijn ijzeren platen en kan je dan nog eens aan het trekken of doen. Dan heeft hij ongeveer 1 week in het ziekenhuis gelegen, maar hij is er toch bovenop gekomen. Een week of zo. Ja. Namelijk weer. Maar ik heb hem achteraf hier nog aan, ik weet niet, die kant of die kant gezien ook. Maar hij moest dus van zijn vrouw gaan vissen met iemand mee. Mijn oudere man. Ja, ik had gestopt, ik had gezegd, godverdomme, zit hier een visje. Die mens is mee. Die mens van in de 70. Allee, stel je voor dat hij niet daarin valt, die mens gaat er ook een serie mee. Maar ja, dat was nog niet te veel, geen ambulance.